Marijke Leeveld, projectleider Duurzame Stedelijke Voedselsystemen aan Hogeschool van Amsterdam. Wij doen onderzoek naar de manier waarop de logistiek van het voedselsysteem duurzamer kan worden. Over het algemeen is de logistiek vrij efficiënt en daarmee ook eigenlijk redelijk duurzaam georganiseerd. Denk aan grote stromen die vanaf agrarische ondernemers de keten ingaan, vrachtwagens die supermarkten beleveren. Ja, dat gaat efficiënt en goedkoop. Een uitdaging zit natuurlijk hier wel in de elektrificering van het vrachtverkeer, maar in principe is de logistieke organisatie eigenlijk al heel optimaal. Een uitdaging zit veel meer in het begin en het eind van de keten, waar de keten fijnmaziger gaat worden. Bijvoorbeeld boeren die meer regionaal hun product willen gaan afzetten, of specialistische, frequente, fijnmazige bestellingen van horecaondernemers in de stad. Hier zien we dat de logistiek vaak eigenlijk te duur is en helemaal niet zo efficiënt gaat, want je krijgt veel kleinere vervoersbewegingen. Hoe kunnen we dit verbeteren? Nou, ik denk dat hier dus kennisinstellingen en overheden een belangrijke rol te vervullen hebben. Bijvoorbeeld door samen met ondernemers te kijken waar ruimte nodig is voor op- en overslag, zodat ladingen gebundeld kunnen gaan worden. Door te kijken naar de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in dit soort stukken van de keten. En door ook de samenwerking tussen partijen, bedrijven te stimuleren, te helpen ontwikkelen. Zodat dat er een business case kan ontstaan, een gezamenlijke business case. Voorbeelden van projecten waarin we dit doen zijn in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam met de horecalogistiek. We doen ook veel met het foodcenter. Dit zijn typische last mile projecten, dus het laatste stukje van de keten. Aan het begin van de keten liggen dus, zoals ik al zei, ook grote vraagstukken. En dit lijkt me bij uitstek iets waar de provincie Noord-Holland op weg naar een duurzaam voedselsysteem mee aan de slag zou moeten gaan. Wil je meer weten over de uitdagingen en initiatieven van de verschillende schakels in ons voedselsysteem? Kijk dan op onze website